Oké, nou beste mensen, allemaal van harte welkom bij dit vierde webinar van de KNS Regio Zuid-Holland. En ik denk dat het een heel goed webinar gaat worden, want we hebben toch wel een van de prominente paardenmensen uit onze regio in ons midden. En die gaat ons vanavond aan de hand nemen met betrekking tot het onderwerp, onder andere jureren en allerlei zaken waar zij tegenop loopt. Janine van Twist, uit Werkendam nog steeds, Janine, klopt dat? Ja, klopt. Ja, ik las dat ergens, maar ik zag daar ook iets staan, dat klopt er niet meer. Ik denk, oh, dit is, ik moet nou even opletten, dus ik vraag het even. Klopt steeds, ja. Ja, Janine van Twist, dus bij een heleboel van jullie zal ze ongetwijfeld bekend zijn, maar toch even voor degenen die ze wat minder goed kennen. Janine is jurylid dressuur tot en met Grand Prix, springen tot en met ZZ. Als ik het fout zeg, dan grijp je in, hè? Nog steeds goed, Arie. Nou, dat gaat nog steeds goed, oké. Okay. En instructrice is ook nog voor juryleden B tot en met ZZ Licht. En ze doet ook de bijscholingen van B tot en met ZZ Licht. En vorig jaar, volgens mij, ben je ook nog FEI jurylid Jonge Paarden geworden. Ja, hè? Ja, ook niet. Nou, en dat kan je natuurlijk niet allemaal worden als je zelf ook niet een beetje ervaring hebt. Dus is daarnaast het feit dat ze zich op al deze gebieden manifesteert, is ze ook zelf een ervaren Amazone en heeft tot en met lichte toer gereden. Gezellig tegen Dertie, die zie ik ergens in mijn rechterbovenhoek. Ja, je kunt ze uitzetten hoor, als je concurrent uit wilt schakelen. En daarnaast heeft ze in het verleden ook meerdere bestuurstaken verricht en verricht ze ook nog steeds bepaalde taken op verenigingsniveau in de kringen. De regio heeft ze, het regiobestuur heeft ze ook in gezeten. Maar waar ze nu, wat mij betreft, een hele belangrijke rol speelt, en waar ik ook mee te maken heb als voorzitter en wij als bestuur van de regio dus ook, ze is voorzitter van het Landelijk Dressuurforum. En dat is echt een hele, hele, hele belangrijke taak in mijn ogen. Er gebeurt heel veel. Ik hoef jullie niet zoveel te vertellen als het om online proeverijen gaat en de wijze waarop we doorgaan, als we doorgaan na corona. Daar zit Janine met haar team heel erg achter. Als er wijzigingen zijn, wordt het allemaal voorgelegd, althans wijzigingen. Als ideeën naar voren gebracht worden, komt het allemaal bij het dressuurforum terecht. Ja, en als voorzitter daarvan heb je dan echt een hele belangrijke taak om dat A goed te bekijken en B vervolgens goed uit te rollen en ook nog eens een keer alle mensen achter je te krijgen. Maar dat lukt ze ongetwijfeld, want ze is een dame die heel erg graag verbindt. En ze werkt ook graag aan doelen en dat doet ze dan ook nog graag samen met de regio's en met de KNS Nederland. Dus ik denk dat we maar gauw moeten gaan genieten. Stel vooral veel vragen. Ze weet veel. Ze heeft veel ervaring. We weten allemaal dat jurysport iets is, hè, wat wel eens ter discussie staat. Ik ken ook zelf de situaties. Ik rij niet, maar ik maak het dan wel mee, hè, dat er ineens 20 punten verschil is. Ten opzichte van twee juries onderling. En ja, we hebben allemaal wel eens wat meegemaakt en vinden allemaal ook wel eens wat. Het enige wat ik weet is dat er hard aan gewerkt wordt. Nu geef ik het woord aan Janine. Heel veel plezier allemaal. Janine, heel veel succes. Eén klein dingetje. Als jullie vragen hebben, stel ze via de chat. Dan zal ik zorgen dat Janine er af en toe een pauze maakt en even de vragen beantwoordt. Nou, super. Nou, hartelijk welkom allemaal. Hartstikke leuk dat jullie vanavond hierbij aanwezig zijn. Ik wil in eerste instantie ook Anita en Arie bedanken voor de mogelijkheid die ze in de regio Zuid-Holland bieden om dit te kunnen doen. Ik zal je ook eerlijk zeggen, door de corona zijn we natuurlijk een jaartje een beetje op afstand gekomen van elkaar. Alles is digitaler geworden. En het is best wel leuk om elkaar zo in ieder geval nog een beetje te zien en te horen. Om in ieder geval met elkaar te weten waarvoor we het allemaal doen voor de paardensport. Dus in ieder geval hartelijk welkom allemaal. En Arie en Anita, heel erg bedankt dat jullie dit voor Zuid-Holland en de sport willen doen. Ik heb een klein agendaatje gemaakt. Ik weet niet of Anita hem kan laten zien. Dan moet je delen. Ja, inderdaad. Door het oog van de jury is het. Het is vandaag de vierde. Morgen is Sinterklaas. We beginnen met een introductie. Daarna iets wat eigenlijk de basis is van ons rijden en ook van het jureren. Dat is het scala. Neem ik jullie even mee. We gaan het hebben over gangen. Ik wilde nog even wat aandacht besteden aan aanleuning. Dan gaan we het nog hebben over de oefeningen. Dan doen we je voorbereiding op je proef. Dat kan een gewone proef zijn of een digitale. Ik neem je nog even mee in de nieuwe protocollen. En dan zijn er waarschijnlijk vast nog wel vragen.
Oh, ik zie van Anita dat het rond de kerstdagen wordt uitgezonden. Dus laten we maar zeggen dat het een feestdageneditie is dan. Precies, precies. Dan zijn we even niet live, dan gaan we terugkijken naar wat we hebben gedaan. Ja, hartstikke goed. Nou, geen probleem. Nou ja, net wat Ariel zei, we hebben dit jaar door corona zijn we wat nieuwe dingen tegengekomen. Normaal zijn we elkaar bekend van de wedstrijden. Daar heb je voor nodig een wedstrijdorganisatie en een accommodatie. En we hebben dit jaar door de corona geïntroduceerd meetmomenten. En het paardrijden.nl. Daar was in ieder geval één ding van gemeen wat je daarvoor nodig hebt. En dat is een jury. Dus op zich is het wel leuk om als jury dan wat te vertellen hoe je met deze dingen omgaat en wat daar de mogelijkheden in zijn. Nou, voor degenen die het niet weten, maar ik zag al heel veel juryleden. En ik zag ook mensen die heel erg bekend zijn met het organiseren van wedstrijden. Jury ben je voor de klasse BL, voor de klasse M, voor de klasse tot en met ZZ Licht, tot en met de Lichte Tour of tot en met de Grand Prix. Nou, wat moet je als jury hebben? In ieder geval rijvaardige skills. Ja, je wilt de tijd en energie moet je erin willen steken. En dan denk ik dat we elkaar uiteindelijk gewoon nodig hebben om de sport op een hoger plan te krijgen. En net wat Ari zegt, er zijn wel eens inderdaad wat verschillen. Dat je de ene keer denkt van nou, ik heb fantastisch gereden. En nou, dan zijn de punten wat matigjes. De andere keer denk je nou ja, het was geen toppertje. En dan valt het weer heel erg mee. Ja, ik denk dat we dat niet uit kunnen bannen. Aan de andere kant werken we er wel heel hard aan met bijscholingen. En ook de regio-bijscholingen zoals ze nu gehouden worden. De kleinschalige regio-bijscholingen, ook in de regio Zuid-Holland. Dat we toch proberen wat dichter bij elkaar te komen. En uiteindelijk de grote verschillen eruit proberen te krijgen. Helemaal echt oplossen ga je het niet. Maar als het gewoon over de grote lijn dichter bij elkaar zit, dat zou wel heel fijn zijn. En daar werken we met elkaar wel heel erg hard aan. Als er verder nog geen vragen tussendoor zijn, dan ratel ik door. Ja hoor, ik stoor je als het zover is. Oké, dat is goed. Dat was even een korte introductie. Dan het Scala. Ik heb er nog steeds geen mooiere woorden voor kunnen verzinnen. Het is uiteindelijk volgens mij ooit een keer Duits. Het klinkt heel simpel, maar inderdaad, de basisprincipe van het rijden en dus ook van de dressuur is dat het paard eerst inderdaad regelmaat van gangen moet hebben. Daar gaan we dadelijk nog even wat dieper op in. Het paard moet ontspannen zijn. De aanleuning, daar gaan we dadelijk nog iets over vertellen, want er zijn nog wel eens wat discussies over. Een paard moet impuls hebben, dat is eigenlijk door de ruiter opgewekte voorwaartse drang. Er moet rechtgericht zijn en daarnaast krijg je als laatste punt de verzameling. De verzameling zit bij ons in onze proeven vanaf de klasse Z. En dus die kom je inderdaad in de hogere proeven kom je die tegen. Nou, waarom dit Scala? Dit is eigenlijk de opbouw van een paard naar dus inderdaad in ieder geval een hoger niveau. Als je begint met een paard, dan heeft hij inderdaad regelmaat van gangen. Als je erop gaat zitten, dan wordt het evenwicht van het paard wordt verstoord. En dan wil je uiteindelijk zo trainen dat je paard weer inderdaad op eigen benen gaat lopen. Dus draagkracht ontwikkelt. Daarbij moet hij ontspannen zijn. Hij moet luisteren naar de hulpen die je wilt. En zo bouw je iedere keer verder op totdat je eigenlijk in staat bent om voor jezelf een fijn of een proef te rijden, of door het bos te rijden, of te kunnen springen. Dus eigenlijk heb je dit Scala nodig voor alle soorten paardensport die je hebt, gewoon om lekker te rijden. Nou, dan krijg je aanleuning, dat is inderdaad ruiterrand, paardenmond. Nou, ook daar wil je een fijne verbinding in hebben. Impuls is dat hij reageert op je hulpen. Rechtgericht zijn, dan wil je hem inderdaad in de wendingen, wil je hem gewoon ook echt kunnen begrenzen en beheersen. En als einddoel krijg je dus de verzameling met ultieme verzameling, je piaf en je passage die we in de hogere proeven krijgen. Je mag verder naar de gang hoor, Anita. Ja, er is een vraag gekomen. Ik weet niet of je die. Maar als je weinig verschillen nastreeft, komt het dan ook vaak op een veilige zes terecht? Nou, dat wil je dus uiteindelijk inderdaad niet. Want je wilt wel gewoon dat die ruiter een beoordeling
krijgt die hij verdient. En de ene jury die zal makkelijker 5, 6, 7 geven en de andere die spreidt meer. Dus die punt van een 0 tot een 10 is het ultieme. Maar zeggen een 4 en een 8, tussen van een 4 en een 8. Maar je wilt eigenlijk wel met elkaar ook gewoon een keer die 4 en die 8 geven. En dan zie je vaak wel dat er een 4 wordt gegeven. Want wat fout wordt, dat is, gaat, dat wordt vaak duidelijk erkend. Maar het goede belonen, dat is iets wat je ook moet leren. En dat doe je dus met elkaar. En dat hoop je dan in die bijscholingen zo te stimuleren dat mensen dat ook gaan doen. En het moet ook kunnen, want soms heb ik wel eens, ik moet het eerlijk zeggen, dat ik een proef heb dat ik denk, nou, super netjes, maar er zitten weinig hoogte- en dieptepunten in. En dan heb je toch 5, 6, 7. En soms heb je inderdaad proeven met een paard dat echt gewoon heel spectaculair loopt, maar waar niet alles bevestigd is of gewoon een storing in zit. Ja, dan kan er ook gewoon wel eens een 2 en een 1 zijn, maar ook gewoon een 8 en een 9. En ja, dan is het misschien heel lullig dat het dan ook nog wel eens op hetzelfde eindtotaal uit kan komen in een wedstrijd. Dat je denkt, joh, hoe kan dat verschil nu? Maar dat is nu eenmaal in een proef met plussen en minnen alles bij elkaar. Maar je probeert wel met elkaar zoveel mogelijk het goede te zien en het slechte te straffen. En dat ook dat spreiden moet je leren. En dat proberen we in die bijscholingen wel te doen. Ik hoop dat antwoord is op de vraag. Anders moeten we nog maar even een vraag stellen via Anita. Ja. Oké, nou dan krijgen we naar de stap. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb wat foto's genomen van mijn eigen paarden. Maar dit is er één die niet van mijzelf is. Je neemt eigenlijk nooit een foto van een stap. Ik weet niet of andere mensen dat ook wel eens hebben. Als je denkt, goh, ik heb een lekkere foto. Dan is het of draven of galopperen. Nou ja, dit is in ieder geval de stap. Het is wel een kerstuitzending, maar ik denk van ja, als je zegt Sinterklaas is het triple trappel. Dan hoor je al dat het een voorbeat is. Dus inderdaad een viertakt. Dus je hoort vier tikken op de grond als je over de verharding rijdt. Je kan ook heel goed horen als die inderdaad taktverlies heeft. Want dan neigt het naar een drietakt. Nou, dat wil je absoluut niet. Je wil je paard inderdaad mooi naar de hand laten stappen. Van achter naar voren, los door het lijf. Dat is eigenlijk ook een beetje wat je kan zien. Dit is dan een uitgestrekte stap van Tamar op het plaatje. Wat ik vooral eraan mooi vond, is dat het paard gewoon los door zijn lijf, door zijn rug, van achter naar voren naar het bit stapt. En dat is een ding wat je graag wil zien. Je wil geen passen die kort lang zijn. Je wil geen paard wat scheef is. En ja, het ultieme van taktverlies is eigenlijk dat hij lateraal gaat lopen. En dan zeg ik altijd van ja, hoe ziet dat er dan uit? Nou ja, als hij echt lateraal loopt, dan moet je inderdaad aan een kameel denken. Zo slecht heb ik ze nog niet echt gezien. Vaak lijkt het er een beetje op. Je wil wel eens door spanning, wil een paard wel eens een keer inderdaad gaan dribbelen. Dat zijn ook fouten waarvan je zegt, ja, dat wil je ook niet in een proef zien, maar dat straf je af. En dat kan gewoon een spanningsmoment zijn. Dan kan het nog makkelijk zo zijn dat je in de arbeidsstap gewoon een dribbel hebt. En in de midden- of uitgestrekte stap dat die wel gewoon de hand volgt. En daar zie je dan weer het verschil dat je dan voor die dribbel een 4 geeft. En dan zou je voor een nette midden- en uitgestrekte stap graag een 8 geven. En dan heeft die ruiter toch een beetje het gevoel van, nou ja, het ene was niet goed. Dus dat is duidelijk en het andere is wel goed. En dan wil je gewoon ook beloond zien. Dus dat proberen we wel zoveel mogelijk mee te geven. Het plaatje van het paard ernaast heb ik er nog even bij gezet. Omdat inderdaad als handigheidje is dat als het een correcte stap is. Dat je een paard met twee benen aan één kant een V moet kunnen zien maken. En dat zie je een beetje met de twee middelste benen. Dat lijkt op een V. Vraag van Nicolette. Ga je dan uit van een 8 of een 10? Ja. Nee hoor, ik ga in principe altijd uit van een 10. Ik moet wel zeggen, ik geef ook wel eens een 10. Dan moet ik ook eerlijk erbij zeggen dat dat vaak gebeurt in de hogere klasse. Omdat mensen daar al zover op niveau zijn dat die 10 ook ja, dat die misschien makkelijker geeft. Ik weet ook nog wel de laatste die ik gaf. Dat was voor een appartement voor Edward op het NK.
Omdat het niet zo vaak gebeurt, weet je het ook inderdaad ook wel. Maar er zijn ook echt wel paarden die stappen ook gewoon voor een 9. En waarom dan niet een 10? Omdat er dan net weer een overgang in zit. Wat dan net, net wat afbreuk doet aan de rest. Maar je gaat in principe uit van een 10 en daar bouw je hem van terug. Ik zag nog een vraag, maar ik kon hem niet zo snel lezen, want het was een hele lange vraag. Ja, wordt er vanuit de jury ook gekeken naar het soort paard en het soort lichaam van het dier, waardoor de gangen bijvoorbeeld stap anders zijn dan bij een standaard KWPN'er? Nou ja, als het goed is, is een stap altijd een stap. Het is wel zo, ook een standaard KWPN'er kan ook gewoon wat korter stappen, want de ene KWPN'er is de andere niet. Je ziet dadelijk nog een paard van mij, die is wat korter in zijn rug en die stapt wel mooi door het lijf, maar die stapt niet zo makkelijk ver over. Die zijn er ook. Er zijn ook paarden die zijn wat langer in de rug, die stappen makkelijker over. Dus ik denk niet zozeer dat het aan het type paard ligt, maar meer aan de lossigheid. En uiteindelijk beoordeel je die lossigheid en in die middengangen ook het overstappen en in de uitgestrekte gangen. En dat is hetgeen wat je waardeert, los van het type paard dat je hebt. Daar komen we dadelijk misschien nog op, maar in ieder geval, het is zo dat het ene paard beweegt wat makkelijker dan het ander. Wat niet wil zeggen dat dat in een proef dan altijd hoger gewaardeerd hoeft te worden, omdat een proef is natuurlijk geen aanlegtest voor bijvoorbeeld jonge paarden, waar het echt gewoon over gangen gaat en aanleg en afdruk. Er moeten hier ook nog oefeningen gereden worden en dan wil het best wel eens zijn dat het een fantastisch bewegend paard is, maar dat de oefening toch mislukt. Ja, dan neem je dat toch mee. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat als je een paard hebt wat gewoon extra beweegt en een hele mooie uitgestrekte draf laat zien, ja, dan kan je er ook gewoon een 8, 9 of een 10 voor geven. Dat is dan misschien wat anders bij een paard wat minder makkelijk beweegt. Dus het is niet zozeer afhankelijk van het type paard, maar wel gewoon op de manier zoals die beweegt. En in de stap kan het juist makkelijk zijn dat een paard van een ander type ras als een KWPN misschien wel makkelijker stapt. Het ligt echt gewoon aan het paard. Je mag naar de draf voor, Anita. Ja. De draf, inderdaad. Nou, de draf is tweetakt. Dus het zijn twee diagonalen die altijd. En daartussen zit een zweefmoment. Dat is anders als in de stap. De stap heeft geen zweefmoment. Dan gaat het niet helemaal goed. Ik zag vandaag op Facebook nog een grapje voorbij komen, inderdaad. Er was een paard, een Lipizzaner in de Levade. En daar stond bij, als het heel hard waait en je wil uitgestrekte draf tonen. Die vond ik wel grappig, maar die kon ik er niet meer inzetten, want ik had alles al naar Anita gestuurd. Nou, wat wil je inderdaad in je draf? Uiteindelijk die takt en die regelmaat. Dus juist die diagonaal en uiteindelijk de kwaliteit van het paard. Die laat dan zien hoeveel afdruk en zweefmoment dat hij heeft tussen de ene diagonaal en de andere diagonaal. Wat niet wil zeggen dat een paard wat van een ander type of een ander ras is, dat minder kan draven. Ik durf wel eerlijk te zeggen, ik heb wel zo'n stukje gehouden over Friezen. Dan denk ik, ja, als ik het zie, dan denk ik niet uit zijn takt te krijgen. Dat is toch hartstikke fantastisch. Dan denk ik, ja, misschien is dat het inderdaad wel. Dus het is echt gewoon het kwestie van rijden en het elastisch en lenig maken van je paard. En daar doet de ruiter doet ook wat in mee. Uiteindelijk wil je dat je paard op eigen benen loopt. En dat is van achter naar voren naar de bit toe gereden. Met een mooie aanleuning. En dan uiteindelijk daarin gewoon lossigheid hebben. Die paard rechts, dat is er ook een van mij. Dat is mijn 40-plus paard, zeg ik altijd. Dat is niet omdat dat paard zo oud is, maar ik. Die kan ook niet zo heel mooi in zijn voorbeen, maar heeft gewoon wel heel veel takt en regelmaat. En kan daardoor gewoon niet de meest spectaculaire, maar wel gewoon een heel harmonieuze en proef lopen. En dan denk ik, ja, daar kan je ook gewoon heel blij mee zijn en heel veel van leren. Zullen we de galop doen? Als er nog vragen zijn, dan hoor ik het wel, hè? Nou, dit is de galop. Een galop is een drietakt. Ook de galop heeft een zweefmoment. En daarin zie je inderdaad, dit is de unipedale ondersteuning, hè? Dus het is het laatste moment voordat het zweefmoment komt in de galop.
Als je changementen gaat rijden, is dit het moment dat je ongeveer wel klaar moet hebben om in het zweefmoment je volgende hulp te geven. Dit paard kan op zich mooi van achter naar voren bergop springen. Daar zie je ook de kwaliteiten van het paard uit. Op dit moment was hij denk ik 4, dus nog best wel jong. Want het was inderdaad voor de pavo, dat zie je er ergens achter hangen. Ja, wat kan ik er nog meer van zeggen van een goede galop? Wat je vooral inderdaad in je galop moet blijven doen, is op je takt letten. En wat mensen dan vooral nog wel eens doen, is dat ze denken te gaan verzamelen, dat ze langzaam gaan rijden, waarbij het paard inboet aan takt. Dan is het wel makkelijker om je oefeningen te rijden, maar uiteindelijk is die drietakt, die is gewoon belangrijk. En dat zweefmoment. En ook hier wil je een paard van achter naar voren gereden hebben, en uiteindelijk bergop in dat zweefmoment zien te krijgen. Nou, ik denk dat we nou genoeg voor de gang gezegd hebben. Zijn er nog mensen die vragen hebben? Nee. Nee, hobbelen we verder. Nou, nu hebben we al heel veel dingen gehad. Het volgende wat altijd, nou, het is geen discussie, maar de ding, eigenlijk de valkuilen van het rijden is de aanleuning. En waarom is dat? Uiteindelijk wil je een paard wat een mooie constante aanleuning hebt. Nou, wat is aanleuning? Dat is van ruiterhand naar paardenmond. Wat je hier ziet is mijn dochter met een pony in de B. En we hebben uiteindelijk met het maken van het laatste proeven, hebben we inderdaad gezegd, joh, in de B en in de L1 moet een paard gewoon aanleuning hebben. En dit is aanleuning voor dat niveau. Tegen de tijd dat je L2 gaat rijden, wil je dat het paard meer met zijn neus richting de loodlijn gaat. Alleen wat je nooit wil, is eigenlijk het paard hangend op de teugel, achter de loodlijn. Die komen zo nog alle dingen die fout gaan. Dus je wil echt dat het paard gewoon met zijn neus altijd voor die loodlijn loopt. Het kan wel eens een keer zo zijn dat als je een jong paard hebt op een situatie dat je zegt, joh, hij heeft gewoon even balansverlies en dan gaat die neus wel gewoon even achter de loodlijn of hij trekt zijn neus eruit dat hij even tegen de hand gaat. Dat kan, maar dan moet je dat als jury ook gewoon als dusdanig beoordelen. Dus als je zegt, van nou, hij gaat een keer echt tegen de hand, heb je 3 of 4, gaat hij een beetje tegen de hand, heb je 5, datzelfde als hij achter de loodlijn valt. Maar als hij daarna gewoon weer zijn balans herstelt, dan kan je gewoon weer verder met een oefening. En kan je gewoon weer ja, op het niveau wat je hebt, een 6, een 7, een 8, maakt niet uit, een 9, komt ook voor. Dat er gewoon even een storing in zit. En dat is ook hetgeen wat je zegt, probeer een beetje als jury te spreiden. Dat is voor een ruiter fijn, dat is voor een ruiter begrijpelijk. Een ruiter snapt ook wel dat als hij tegen de hand is, dat hij niet een 8 krijgt. En als hij die per ongeluk gehad heeft, heeft hij geluk gehad. Gaan we naar de volgende hoor, Anita. Nou, dan krijgen we inderdaad de andere dingen van aanleuning. Eigenlijk hetgeen wat je daarnet niet wil. De eerste is inderdaad achter de loodlijn. Nou, als het een keertje gebeurt, is het niet zo heel erg. Maar probeer het dan inderdaad te herstellen door te drijven en weer te zorgen dat je naar de hand toe rijdt, dat die neus er weer uitkomt. Het volgende plaatje eronder, dan is hij gewoon helemaal achter de teugel. Want je ziet ook inderdaad dat de verbinding verbroken is. Nou, de andere, die wordt altijd redelijk eenvoudig herkend. Dat is inderdaad als die over de teugel komt, dus niet meer nageeflijk is. Er zit nog wat aandacht bij inderdaad het verschil tussen niet meer nageeflijk zijn en achter de teugel lopen. Dat verschil, vind ik, mag nog wel eens wat vaker benadrukt worden. Want het niet nageeflijk zijn wordt makkelijker herkend als echt achter de loodlijn lopen. Terwijl ze niet eigenlijk hetzelfde gewaardeerd zouden moeten worden. Terwijl dat niet altijd gebeurt. Dus dat is nog een aandachtspuntje bij de jurycursussen. En de laatste is inderdaad, één is een valse knik. En de andere, dus dan zie je inderdaad, dan is ze achter de oren van het paard niet het hoogste punt. Dan is het knikt hij achter zijn oren. En de andere is inderdaad op de teugel. Dus eigenlijk dat hij hangt op de ruiter. Dat is vooral, of in de handen van de ruiter. Dat is vooral voor de ruiter niet heel erg fijn. Dus eigenlijk wil je dan, meestal zet ik er bij het laatste op, paard moet meer op eigen benen lopen. Dus dat hij makkelijker ook van die hand afkomt.
Ik zag dat we nog een vraag hadden. Ja. Voor de leeftijd gericht, ja. Moet een paard nou wel of niet nageeflijk zijn in de B? Want alle juries vinden van wel. Nee, hij moet aanleuning hebben, maar dat is ook wel nageeflijk. Alleen nageeflijk, hij mag gewoon daar nog wat meer met zijn neus voor de loodlijn blijven. Dus net wat ik zeg, in de B en in de L1 mag hij gewoon nog wat verder voor die loodlijn blijven. Als dat je in de L2 wil je hem al wat dichter naar die loodlijn toe hebben. En uiteindelijk voor die hogere klasse wil je hem er net iets voor hebben. En eventueel erop, maar het liefst net iets ervoor. En in die B en in die L mag hij nog net wat meer met die neus voor die loodlijn lopen. Er is nog een vraag. De Pilot, die staat een beetje los hiervan, denk ik, maar geïnspireerd op de pony. De Pilot met leeftijdsgebonden ponywedstrijden is succesvol afgerond, maar wordt volgens mij niet doorgepland. In hoeverre kan en mag een jury rekening houden met de leeftijd van een kind en de mate van technisch kunnen rijden? Nou, de Pilot leeftijdsgericht sportaanbod inderdaad is in de dressuur succesvol gedaan. Hij zou afgelopen jaar ook in het springen en in de eventing plaats gaan vinden. Zodat hij over alle disciplines dan ingevoerd zou kunnen worden. Maar helaas is er geloof ik 1 springwedstrijd geweest of 2 waar leeftijdsgericht is geweest. En de rest ging natuurlijk door de corona niet door. De planning is om komend jaar ook voor het springen en de eventing leeftijdsgericht te gaan rijden. En wij hebben eigenlijk al als dressuurforum gezegd dat als we komend jaar daar niet met alle disciplines uit zouden kunnen komen, dat we anders gewoon het op kan nemen in het dressuurreglement als anderszins de verrijde wedstrijd. Ik denk dat je een kind voor leeftijd niet anders beoordeelt, maar het is voor een kind wel leuker om met leeftijdsgenootjes, dat was ook wat uit de evaluatie van leeftijdsgericht kwam, om tegen leeftijdsgenootjes te kunnen rijden. Ten eerste neemt een kind meer aan als je zegt van joh, ze zijn alle 2-12, dan snappen ze weer meer wat elkaars problemen of uitdagingen zijn, als dat ze aan een kind van 18 moeten vragen van goh, hoe ging jij en... Dus die afstand is wat groter. Dus voor die kinderen is dat zelf fijner. En je merkt ook wel dat we hebben dat leeftijdsgericht sportaanbod ook in het leven geroepen. Omdat kinderen logischerwijs een andere motoriek hebben op een andere leeftijd. En dat geldt echt niet voor ieder kind. Maar er zit wel een soort generiek in. Ik weet niet of er nog onderwijzers bij de toehoorders zitten. Maar die zullen waarschijnlijk ook wel begrijpen dat het... het leren het vermogen van verschillende leeftijden echt wel anders is. En dat kan je wel heel goed benadrukken met leeftijdsgericht sportaanbod. Dus ik denk dat het voor de dressuur en zeker voor de ponysport echt wel een ding is. Waar we ook wel mee verder willen. En ik hoop dat we komend jaar daar met springen en de eventing mee aan kunnen haken. Nog een vraagje. Wordt achter de loodlijn zwaarder gestraft? Het zou eigenlijk afhankelijk van, hè? Kijk als hij echt een valse knie krijgt of achter de teugel gaat lopen, het wordt niet echt zwaarder bestraft. Als ik het zou moeten vergelijken, als je dan plaatje 1 en plaatje 3, als je zo een beetje op zijn Arabisch gaat, denk ik dat ik voor alle twee hetzelfde punt zou geven, een 5 of zo. Alleen het is vaak zo dat... Hij gaat, als hij achter de loodlijn gaat, blijft hij meestal constant zo lopen. En als hij niet nageeflijk is, dan wil het nog wel eens zijn dat hij bij een volgende oefening dat het opgelost is. Dus dan kan je soms ook wel eens, als hij echt met zijn hoofd eruit slaat, met 1 keer een 4 volstaan. En daarna kan hij weer met zijn normale punten verder gaan. Dus dat is een beetje het verschil in opbouw. Het een is vaak net even een balansissue en de ander zou een wat langer rijtechnisch iets kunnen zijn. Maar dat is ook afhankelijk van de combinatie. Zijn er nog mensen over? Nee, dat zijn ze. Aanleuning. Nou, dan gaan we maar een beetje richting de proeven. Wat krijgen wij allemaal te zien als juryleden? Deze plaatjes zijn er wel redelijk bekend. Ik denk dat we in al onze proeven aardig wat oefeningen hebben zitten. Nou, alle diagonalen die we rijden, rechten, ik vind altijd ook wel geweldig. We gaan natuurlijk komend jaar ook als dressuurforum weer met de nieuwe proeven aan de start. En dan denk ik, iedere proef beginnen we eigenlijk met de moeilijkste lijn die er is.
Dat is namelijk recht over de AC-lijn rijden. Ik zal je eerlijk zeggen dat ik er nog geen oplossing voor heb verzonnen. We hebben wel eens een jaar, zijn we via de hoefslag, 5 jaar zijn we via de hoefslag begonnen met een proef. Dan wilde het nog wel eens dat de ruiter al begonnen was en de jury het nog niet door had. Dat was ook niet echt een issue. Dus die middenlijn, ja, vooral voor de lagere klassen, dat blijft toch nog inderdaad wel een uitdaging. En voor de rest rijden we natuurlijk diagonale, korte diagonale, gebroken lijnen. Wat ik wel altijd vind, is dat iemand, en dat, dan kom je natuurlijk ook alweer een beetje op rechtgerichtheid, want je wilt inderdaad dat als een volte mooi rondgereden wordt, dat heeft met rechtgerichtheid te maken, want het heeft ook met gelijke buiging te maken, links en rechts. Je wil uiteindelijk dat een paard links en rechts gelijk gebogen is. Wij zeggen ook wel eens, ik zie al wat mensen van de jurycursussen zijn, dat die als die op een volte dan overbogen is of uitzwaait, dat die dan niet spoort. Dat klinkt natuurlijk een beetje vreemd. Zou ik nu op mijn coupon zetten, spoort niet. Dan zou je het over iets anders kunnen hebben. Maar je wil eigenlijk wel gewoon gelijke buiging. Ook als je richting verandert. Bijvoorbeeld in je slangenvolte. Vroeger reden die dingen peervormig. Tegenwoordig zijn het gewoon aan elkaar gemaakte halve voltes eigenlijk. Dat zie je hier ook een beetje in het plaatje. En de moeilijkheid ervan is inderdaad het omstellen en zorgen dat het op het juiste moment gebeurt. En ze worden steeds moeilijker naarmate de proeven moeilijker worden. En dat heeft natuurlijk ook te maken met en reactiesnelheid van de ruiter en attentheid op de hulpen van het paard. Er is iemand met een suggestie voor het binnenkomen vanuit dat vind ik leuk. Bij E of B naar de middenlijn zo'n opzicht. Ja. Welk van benen E? Ja, zou ook kunnen, ja. Ja, want je hoeft toch niet, je groet niet naar de jury in de gewone basis proeven. Ja, zou ook inderdaad nog een ding zijn. Nou, we zullen er meenemen. Als er überhaupt nog meer mensen vragen hebben, dan maar dat zal via Jolanda ook nog wel een keer komen. Ik zag Jolanda ook ergens in een plaatje voorbij komen. Jullie forum afgevaardigden van Zuid-Holland komen we vast nog wel input halen. Ook een ding die we natuurlijk in de hogere proeven krijgen, zijn de zijgangen. Nou, vanaf het L hebben we natuurlijk het wijken. Daar zie je het rechterplaatje van. Dat is, je begint eigenlijk recht en je eindigt recht. En dat is ook gelijk weer het lastige ervan. Daartussenin heeft hij een klein beetje stelling en een lichte buiging in het lichaam. Om toch maar voorwaarts, zijwaarts te kunnen. Je ziet de schouder binnenwaarts en travers. En eigenlijk zijn dat weer oefeningen om te zorgen dat het binnenachterbeen van het paard meer gaat dragen. En we uiteindelijk het paard sterker maken, leniger maken. En ook daarna kunnen verzamelen. Dus waar wij op letten inderdaad bij het jureren is de correctheid van de oefeningen. Kijken vooral of de buiging goed is. Je ziet inderdaad dat schouder binnenwaarts op 3 sporen is en travers op 4 sporen. Je kijkt ook inderdaad naar constantheid, naar constante buiging, naar constant tempo. Dus eigenlijk werk je zo iedere keer bij iedere oefening, werk je zo het scala af om daarna tot te komen tot een punt. Oh, ik hoorde nog iemand. Even kijken of hij er niet op mute staat. Gaan we even kijken. Ga maar verder hoor. Oh ja, dat is goed. Nou ja, als we dan inderdaad zover gekomen zijn, dan krijgen we de voorbereiding op je proef. Nou, tegenwoordig inderdaad hebben we al gezegd, je kan wedstrijden rijden. Hebben we niet zo heel veel gedaan van het jaar. We hebben meetmomenten en we hebben paardrijden.nl. Ik weet niet of er nog wat mensen zijn die ondertussen al paardrijden.nl geprobeerd hebben. Ik denk voor alle drie de dingen, behalve dat je thuis je proef goed oefent, weet waar je aan begint. Neem je moet altijd je papieren meenemen, je paardenpaspoort sowieso. En wat ook heel belangrijk is, en dat zie je nu ook bij paardrijden.nl, is let op je harnassement. We hebben met elkaar spelregels gemaakt voor hoe strak dat je neusriem moet, hoe je optoming eruit ziet, hoe lang je
zweep is en hoe je sporen eruit zien en hoe die gedragen worden. Dat moet je inderdaad ook vooraf bij paardrijden.nl tonen en zal je op een echte wedstrijd of meetmoment zal de jury daar ook gewoon altijd op letten. Op de kampioenschappen, nou, dat weten Arie en Anita natuurlijk ook wel, daar zijn ook inderdaad federatievertegenwoordigers en toezichthouders die daar op letten. En vanaf komend jaar zal ook bij de dressuur op iedere wedstrijd een toezichthouder aanwezig zijn die behalve op fair play en op inderdaad welzijn ook let op dat soort dingen. Ik zie inderdaad iemand over paardrijden.nl. Ja. Een proefingezonde, leuk, nuttig en een motiverende beoordeling. Ja, nou, ik zal je ook eerlijk zeggen, in het begin dacht ik van jeetje, hoe gaan we dit nou toch weer regelen? En was ik er een beetje sceptisch over, dat weet Arie ook nog wel. Dat was vooral hoe we dit allemaal weer reglementair handen en voeten zouden gaan geven. Uiteindelijk hebben we gemerkt dat paardrijden.nl echt wel voldoet in een behoefte. Voor mensen die moeilijker van huis weg gaan, die nog twijfelen of ze inderdaad in de reguliere wedstrijdsport willen gaan stappen. En is dit een mooi moment om gewoon weinig stressvol het uit te proberen. Maar ook bijvoorbeeld als je terugkomt van een tijdje uit de running geweest te zijn. En je wil niet zoveel tijd doen aan reizen. Dan denk ik dat het gewoon een mooie manier is om paard te rijden. We hebben wel voor het echte paardrijden.nl, want nu doen we nog paardrijden.nl in coronatijd. Dus is het nog tot en met M2. Als het dadelijk gewoon naast de reguliere wedstrijdsport gaat bestaan, dan is het tot en met de L2. Want daarna wordt eigenlijk verwacht dat je in kan stromen in de gewone wedstrijden of meetmomenten. Bas. Oh. Oh, ja? ook de meetmomenten die blijven in principe. Daar zijn we nog mee bezig om die te reglementeren. Dus dat moet nog inderdaad goedgekeurd worden tot en met welke klassen we dat gaan doen. Het zal ook niet voor alle klassen zijn, maar de wens is dat om in ieder geval tot en met de lichte toer te doen. Dat kan ook bijgesteld worden, want dat zou ook nog een manier zijn om inderdaad, want ik kreeg net al een vraag, waarom is het niet voor het set? Om in ieder geval de mensen in het set ook een proef te laten rijden zonder een klassement of zonder een wedstrijd. Uiteindelijk hebben we met de meetmomenten ook gezien dat ook daar dat in een behoefte voorziet. Heel simpel, het kost natuurlijk weinig tijd. Je zou het theoretisch... Je kan natuurlijk alle proeven door elkaar rijden als je bakgrootte even groot is. Dus je zou theoretisch, net als bij het springen, gewoon een tijd kunnen reserveren wanneer je proef rijdt. Heel handig voor mensen met heel weinig tijd, kleine kinderen, nog dicht paarden te rijden, weet ik niet. Of die gewoon geen behoefte hebben om een klassement te rijden. En je ziet daar ook wel een beetje het verschil dat een amateur die wil proberen hoe dat hij het gaat doen. Of nog even een oefenrondje wil doen. Of kijken hoe die doet in een hogere klasse. Dat daar ideaal voor is. Kost gewoon weinig tijd. En kan je wel een punt opleveren. Uiteindelijk als je regiokampioen wil worden, dan moet je wel gewoon wedstrijden blijven rijden. Anders gaat dat niet lukken. Ik zag nog twee vragen voorbij komen. Ja, ik krijg in een L2-proef vaak de opmerking dat paard meer gedragen moet gaan in de overgangen. Wordt hier ook verzameling bedoeld of iets anders? Nee, dat kan geen verzameling zijn. Want verzameling is pas vanaf de klasse Z. Dus ik denk dat de jury bedoelt, en dan kan je ook beter dat er maar opzetten, zeg ik altijd maar, dat het een beetje begrijpelijk is. Wellicht dat hij een beetje doorrent en op zijn voorhand terechtkomt. Dus eigenlijk op zijn voorhand remt. In plaats van dat hij inderdaad in één keer een directe overgang maakt. Dus eigenlijk wil de jury dat hij wat meer, ook de overgang, wat meer gereden van achter naar voren. Dus niet zozeer remmen op de voorhand. Maar meer gewoon inderdaad in balans die overgang maakt. Misschien wat progressiever. Je mag natuurlijk gewoon
in de L nog, als je van, je mag er wat langer over doen, als bijvoorbeeld in een M of in een Z-proef. Dus neem die tijd ook en probeer gewoon een mooie gereden overgang te rijden. Dan is er nog een vraag. Zou een disqualificatie bij dieronvriendelijkheid nog een idee zijn of een verplichte cursus of iets dergelijks? Het bestaat, ja, ja, ja. Dus inderdaad bij dieronvriendelijk gedrag, en dat is dan vaak het ongeoorloofd gebruik van geoorloofde hulpmiddelen, mag je een ruiter uitsluiten of disqualificeren. Natuurlijk heb ik dat ook wel eens een keer om hand gehad. Daar krijg je niet veel vrienden van, maar ik denk wel dat het gewoon moet. Omdat we gewoon met elkaar fair play en gewoon welzijn echt heel hoog in het vaandel moeten hebben staan. En in dat geval denk ik dat het paard er niet zo heel veel bij gebaat werd, dat zijn half gebit uit zijn mond werd gerukt. Dus dan moeten daar inderdaad de juryleden voor optreden. En het klopt, de toezichthouders die zullen bestaan uit dressuurjuryleden. En die worden daar voor 1 april zelfs nog, krijgen die daar een bijscholing voor. Voor de juryleden is dat. Dan is er nog een vraagje, dat heeft te maken met online paardrijden, denk ik. Bekijkt de jury de proef 1 keer of spoelen ze stukjes terug? Om de ja, dat is inderdaad wel een hartstikke... Ik zal zeggen, ik heb het zelf ook gedaan. Ik moet ook af en toe het beeld stilzetten, want anders kan ik niet ondertussen typen. Anders moet je alweer een schrijver naast je hebben. Je kan inderdaad, net zoals sommige ruiters de proeven een aantal keren opnemen, kan de jury ook de proeven terugspoelen. Ikzelf doe het liefst gewoon in 1 keer beoordelen wat ik gezien heb of niet gezien heb. Ik denk dat dat het meeste fair is, maar het kan wel. En is er nog eentje, mag je met paardrijden.nl misschien straks ook een hengst in de B starten met een ruiter zonder hogere klassering? Nee, in principe geldt voor paardrijden.nl dezelfde criteria als voor reguliere wedstrijden. Dus dat zal hetzelfde zijn als wat het nu is. Waarom? Vooral inderdaad om niet geen ongelukken te krijgen. Het is natuurlijk wel in je eigen achtertuin, maar nog kan het vervelend aflopen. Dat moeten we dan maar niet willen. En hoe zit het tegenwoordig met het uitsluiten van vanwege onregelmatigheid of kreupel lopen? Mag de jury dit nog steeds? Of wat zijn hier de regels voor? Wat voor consequenties zijn er? Nee, de jury is degene die inderdaad tijdens de proef beslist of dat een paard onregelmatig is, ja of nee. Als dat geconstateerd wordt, is daar ook geen beroep tegen mogelijk. Er staat nog ergens iets in een reglement, zijn we mee bezig. Dat het dan nog iets met een dierenarts is, als die er aanwezig is. Nou, dat is het niet. Gewoon in een proef, onregelmatig, op aangeven van de jury, is inderdaad uitsluiting. Het is wel zo, als je 2 proeven rijdt, en dat is ook echt gewoon wel eens een keer gebeurd, dat een paard bijvoorbeeld... Nou, ik had het laatst nog een keer. Toen kwam bij ons de ring in. Hij schrok. Hij tikte tegen de houten omheining aan. En hij was onregelmatig. Maar ja, waarschijnlijk gewoon een schrikmoment van het paard. En ja, een kwartiertje rondgestapt. En het was over. En de tweede proef niks aan te zien. Ja, dat kan gebeuren. En dat mag dan ook. Ja. Dat waren even de vragen, denk ik. Oké. Nou ja, dat was inderdaad het belangrijkste. Ik zeg ook altijd met paardrijden.nl, probeer je beeld zo goed mogelijk te hebben. Ik denk dat de meeste mensen dat nu wel in de smiezen hebben. In het begin zijn er wel eens wat filmpjes voorbij gekomen waar een halve bakrand op stond. Ik heb er wel eens een gezien die half licht en half donker was, omdat dan net de zon een beetje vreemd stond tegen het licht in. Ook zo fantastisch. Ja, als het voor de jury niet te beoordelen is, omdat de kwaliteit gewoon niet goed is, ja, dan kan die ook niet beoordeeld worden en dan wordt die ook niet beoordeeld. Er zijn wel een aantal filmpjes teruggestuurd. Niet zo heel veel, maar wel een aantal. Nou, ik wilde met jullie nog even dan door de nieuwe protocollen heen. Ze zijn ingegaan per 1 augustus. Het was eigenlijk de bedoeling om het gewoon in het wedstrijdseizoen te doen, maar dat hadden we niet. Daarna is het ook niet zo heel veel gebeurd, want alleen inderdaad als je dan deels paardrijden.nl gedaan had, want het seizoen was daarna weer heel snel afgelopen.
Oh, ik denk je doet je protocol nog even terug. Maar... Ik haal hem nog even terug. Hij komt eraan hoor. Ja, geen probleem. Ik heb ook nog iemand aan. Ja, mooi hè. Oké, heb jij... Oh. Ja, nee. Hij wil niet. Hij wil niet. Ik pak hem nog eventjes. Momentje. Nou ja, ik kan alvast wel vertellen wat ik erover wilde zeggen. Inderdaad, de nieuwe protocollen, die hebben nog steeds 3 kolommen. Eentje voor hele, eentje voor halve cijfers. En eentje voor je correctie, dus voor je strafpunten. Als je een keer verkeerd rijdt. Ja, dat is nog steeds -2, -4. En dan mag je uitgesloten worden. En daarnaast is een kolom gekomen met beoordelingscriteria. Dus eigenlijk die van toepassing zijn op de oefening waar het op slaat. Bijvoorbeeld bij AC binnenkomen het rechtrijden of inderdaad de wending. Dus eigenlijk is dat voor jezelf, maar ook voor de jury, is dat makkelijk om even gauw een aandachtspunt te hebben van dit was hetgeen wat we hadden. In het begin was het een beetje wat consternatie van, joh, gaan we nou en onderstrepen in de protocol en daarna nog tekst zetten in de derde of in de laatste kolom. Allebei kosten gewoon heel veel tijd. Dus nu is er eigenlijk gezegd, onderstreep of zet tekst, één van beide, dan loop je in ieder geval qua tijd niet uit. Als je allebei kan, hartstikke knap. Maar niet alle schrijvers en niet alle juryleden lukt dat. Maar het was in ieder geval het idee erachter van het dressuurforum. Om inderdaad de ruiter ten eerste meer kennis mee te geven van waar let de jury op in de proef voor dat onderdeel. Dus lees het ook als je proeven rijdt zelf ook even door. Dan weet je ook gelijk je aandachtspunten waar je op moet letten. En voor de jury is het een eenvoudige manier om overal in ieder geval even attent te maken waarom dat het gegeven cijfer het juiste cijfer is. Dus dat nog even over de nieuwe protocollen. En ik hoop dat we er volgend jaar heel veel gebruik van maken. Er is iemand die zegt, een vriendin had in de L1 en L2 heel de tijd op het protocol staan bergop. Dat is op zich apart. Want bij bergop zou je eigenlijk een zekere vorm van verzameling verwachten. En dat dus pas vanaf de klasse Z. Als ik bergop te zet, dan is het wel eens in een overgang. Maar dan is het inderdaad in de hogere klasse. In de L zal het waarschijnlijk zijn dat hij inderdaad net wat we net zeiden. Op de overgang op de voorhand toont. Dan denk ik dat bergop niet helemaal het juiste commentaar is. Maar zou je inderdaad kunnen zeggen vloeiender of meer gereden. Dat soort dingen. Of gewoon op de voorhand. Dan weten mensen het ook. En wat je dus wil is dat het paard gewoon meer bij elkaar blijft. Of in ieder geval meer op de hulp die overgang toont. En nog een vraagje. Als je een 7 krijgt, krijg je vaak geen feedback om er een 10 van te maken. Is dat de bedoeling? Nee, ja, het is inderdaad zo dat de richtlijn is dat je van een 7 of hoger geen commentaar hoeft te geven. Dus lager is in ieder geval altijd zeer gewenst. Ik probeer het inderdaad... Soms heb je wel eens van die onderdelen dat je denkt van jeetje, dit was hem eigenlijk wel. En dan mislukt er net iets aan het eind. En dan is het wel leuk om er dan op te zetten waarom het dan geen 10 is. Ik moet wel eerlijk zeggen, de beoordelingen die ik terug heb gezien van de paardrijden.nl, dat vond ik op zich ook heel positief eraan. Ik weet niet of andere mensen diezelfde mening delen. Is dat juryleden wel de tijd nemen om er meer op te zetten. Dat kan natuurlijk ook, want je kan je beeldje stilzetten. Dat kan in de praktijk niet. Ik kan niet iemand vragen, doe het maar een keer over. Dus daar zie je wel inderdaad heel veel van dat soort commentaar op. In de reguliere proef ben je denk ik ook al zo druk bezig, dat het ook wel eens een keer net dan niet lukt om daar een stukje commentaar voor te geven. En dan heb ik liever dat ze het bij een 7 niet doen als bij een 4 niet. Want bij een 4 wil je echt wel commentaar hebben waarom.
Ja, dus zegt iemand bij alle juries soms niet eens een naam. Dat ze geen naam op het protocol zetten. Ja. In principe staat natuurlijk door alle protocollen die uit de computer komen, staat het nummer erop en ook de naam. Zo niet, dan zou je dat aan de wedstrijdgevende organisatie moeten vragen, want daar is het daar iets misgegaan, want die verplichting is er eigenlijk wel. En tevens dient het jurylid het protocol af te tekenen. Dus daar mag je iemand ook gewoon op aanspreken. Dus zowel de wedstrijdorganisatie moet zorgen dat het naam en nummer erop staat, als inderdaad dat het jury het protocol aftekent. Ja. En dan mag je mensen ook inderdaad gewoon naar vragen. Iemand die zegt van ik heb al een aantal malen deelnemers online, hele positieve deelgenomen online en hele positieve terugkoppeling gehad, is erg enthousiast erover. En ik heb een keer een min 2 gehad en ook een 0 op hetzelfde onderdeel. Wat zijn de richtlijnen hierin? Ja, dat is inderdaad wel heel knap, want een 0 is in principe niet getoond. En een min 2 zou ook nog impliceren dat je verkeerd bent gereden. Dus dat is een beetje vreemd. Dus ergens moet je dan een belletje gehad hebben dat je verkeerd bent gereden. Anders kan je eigenlijk geen min 2 krijgen. Of je moet iets op een heel verkeerde plek hebben uitgevoerd. Dat dan ook nog compleet mislukt is. Ik zal eerlijk zeggen, als ik wel eens een 0 geef, dan kan het wel eens zijn dat een wissel compleet mislukt. Maar dan moet hij eigenlijk de voor en daarna ook eigenlijk al geen galop getoond hebben. Anders is het al gauw een 1. Dus een 0 komt niet zo heel vaak voor. Want dan moet het echt gewoon niet getoond zijn. En dan met een min 2... dan zou je ook nog ergens helemaal verkeerd hebben moeten rijden. En de richtlijn voor de juryleden is dat ze altijd in het voordeel van de ruiter moeten beslissen. Dus dan had het wel heel erg aardig van die jury geweest als die gewoon gebeld had. Dan had je in ieder geval nog de kans gekregen om het over te doen op de plek waar het gedaan had moeten worden. En ja, dat is ook de reactie van Denise. Het was een ongewenste wissel, terwijl contra werd gevraagd en geen belletje was. Ja. En dan zou je inderdaad het voordeel van de ruiter moeten beslissen. En dan inderdaad bellen. Behalve, je hebt ook van die hele erge slimmerikken die verspringen en die herstellen het niet. Dan lijkt me een 0 laag en een min 2. Ja, dus eigenlijk is een min 2 eigenlijk altijd bellen in het voordeel van de ruiter in dit geval. Dus dat had ik dan gedaan. Dan had je in ieder geval nog de kans om die 0 niet te krijgen. Ja, hier komt een commentaar op. Jury hoort toch eerst de uitvoering van het onderdeel te beoordelen. En als dat verkeerd gaat, is het een 0. Ik geef altijd, het is klaarblijkelijk een collega van je. Ik geef altijd een laag jury of een laag cijfer, maar geen 0 voor de moeite. Nee, dat zeg ik ook. Dus uit de enige keren dat ik echt een 0 geef, is als iemand gewoon compleet een oefening mist. Maar dan zou je bellen en mensen de kans te geven om het over te doen. Dus geen 0. Dus wat wel eens inderdaad gebeurt, dat iets compleet aan de kletten gaat. En dan inderdaad ergens een wissel mist en dan maar gewoon doorgaat zonder dat je dan kan bellen. Dat is dan niet de beste oplossing, maar dat is het enige wat ik me voor kan stellen. Want 9 van de 10 keer bel je inderdaad, geef je min 2, geef je mensen de kans om het over te doen. En er was nog iemand die reageerde op paardrijden.nl. Het was heel motiverend. Er werd ook echt gezien en benoemd wat goed ging naast de fouten. Ja, dat zeg ik net. Ja. Ja. Wat ik ervan zag is dat juryleden, omdat ze dus het beeld stil kunnen zetten, daar echt wel heel veel tijd van maken. De meeste coupons die ik terugzie van mensen die ik dan ken of zie, die staan echt gewoon helemaal voor mijn commentaar. Dus dat vind ik op zich heel positief dat dat ook zo gedaan wordt. Ja. Nou, we zijn al een heel eind. Er zijn ook al een heleboel vragen gesteld. Ik weet niet of er nog meer zijn. Dan is nu je kans. Maar zoals ik al zei, er zijn al een heleboel tussendoor gekomen. Dus volgens mij is het een helder verhaal geweest, Janine. Zijn er nog dingen die jij wil meegeven? Ik zeg ook altijd... als je iets, als je zegt van joh, ik wil eens een beetje, ook als ruiter, heb je er heel veel aan om een keer te gaan schrijven bij een jurylid. Dus als je bijvoorbeeld via je vereniging een keer een of andere werkdienst moet doen, of als ze vrijwilligers vragen, ga dan eens inderdaad schrijven bij een jury.
Ten eerste weet je dan waar die mensen op letten. Je kan ook eerlijk zien wat ze niet allemaal kunnen zien. Want je denkt altijd dat ze alles zien, maar dat gaat echt niet overal lukken. Vooral niet in de binnenrijbaan. Je weet ook een beetje hoe dingen tot stand komen. En daar kan je zelf met je rijden ook je voordeel weer mee doen. En ik vond zelf, als ik inderdaad ook toen ik jureerde, vond ik het ook altijd leuk om op hogere niveaus mee te gaan schrijven. Want ook daar leer je weer van. Ja, het is gewoon altijd wel inspirerend. En kijk eens mee bij de wedstrijdorganisatie. Hoe dat werkt. Dat zeg ik ook altijd tegen alle juryleden en aspirante juryleden. Draai gewoon een dag mee met een wedstrijd of een halve wedstrijdorganisatie om te zien wat die mensen allemaal moeten doen om die wedstrijd te organiseren. Ook daar word je zeker niet dommer van. Je wordt er handig van met de computer, dat soort dingen. Dus ja, kijk om je heen en leer. En ja.